Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant. Als je door de supermarkt loopt en je ziet ineens een nieuw product liggen, dan vraag je je misschien wel af hoe het smaakt en of je het lekker zult vinden. Maar denk je er ook wel eens over na hoe ze tot zo'n nieuw product zijn gekomen? Bij Helikon in Den Bosch worden studenten opgeleid om te gaan werken in de voedingsindustrie. En hoe leer je dat beter dan door zelf een geheel nieuw product te ontwikkelen? Ja, we hebben een eindproject gekregen, grillworst. Om dit te verbeteren, dus gewone geelworst te maken en daarbij zelfs een variant te maken. Nou, een trend wat nu dan heel erg bezig is, dat steeds meer mensen die kiezen ervoor om vlees dus een dagje weg te leggen en kiezen voor een vegetarisch product. Ja, we zagen op de markt dat er geen vegetarische geelworst bestond, maar daarbij ook bij de vegetarische markt overal geen vergeten groente wordt gebruikt. Omdat wij zelf nu een vegetarische geelworst aan het produceren zijn, is dat wel iets waarop we aan het inspelen zijn, door ook de consumenten te vragen van nou ja, wat zijn de wensen en behoeften daarvan. Uiteindelijk is er 3 ideeën gepresenteerd aan de directie. En er is voor gekozen om een seizoensgebonden vergeten groente worst te maken. En die worst wordt niet zomaar in de keuken gemaakt, maar in een laboratorium. Daar wordt geëxperimenteerd met verschillende ingrediënten, kruiden en bereidingen. Net zo lang tot het team van Tristan en Anouk tevreden is met het resultaat. We zien hier allemaal verschillende soorten groenten en kruiden. Die hebben we zo net afgewogen met ons groepje. Hier is de spastinaak, zoete aardappel en de aardbeer. Mengen met kruiden. Bakken in de pan met olijfolie. Dan gaan we ze malen in een kutter. Mengen met de meelsoorten. Vervolgens gaan we vervullen. Vullen met de kunstarm om daarna te gaan garen. Zelf kan je thuis doen met vers zoutfolie en slagersfolie. We hebben 24 soorten gemaakt en daarbij mislukken een aantal dingen. Met sojabonen was het helemaal verlept. Heel veel sojameel was dus dan echt compact. Dus die varianten hebben we geprobeerd om de vleesvervangers na te bootsen. Maar dat is het uiteindelijk niet geworden. Straks zien we dat het niet alleen maar draait om de smaak en de vorm van het product. Maar eerst gaan we naar de andere kant van de keten. De afvalverwerking van het Brabants afvalteam. Eerder kon je in het andere normaal zien wat we verstaan onder de circulaire economie. Er zijn een aantal momenten in het proces van productontwikkeling tot en met de aankoop van het product, waar je als producent of consument een beslissing kunt nemen waarmee je wellicht kunt voorkomen dat kostbare grondstoffen worden verbruikt. De laatste stap in het proces is wanneer iets veel waarde heeft verloren en wordt beschouwd als afval. Maar wat voor de een afval is, is voor de ander een belangrijke grondstof. Daarom wordt het huisafval gescheiden opgehaald, zoals het oud papier en PMD. Van die laatste categorie haalt het Brabants afvalteam zo'n 5000 ton per jaar op. Dat zijn ongeveer, om jou een beeld te geven, 3000 van die vrachthouders die erachter staan. En dan hebben we ook nog dezelfde wagen zit overigens ook papier. Ook nog diezelfde hoeveelheid papier zeker. We zamelen nog meer papier in. We zamelen in Tilburg ongeveer 10.000 à 11.000 ton papier in. Dus dat is behoorlijk wat per inwoner. Wat bij het oud papier hoort is voor de meeste mensen duidelijk. Ook over GFT-afval bestaan weinig mysteries. Maar wat mag er nu allemaal wel en niet in die PMD-bak? PMD staat voor plastic verpakkingen, metaalverpakkingen en drankkartons. Dat klinkt misschien vrij eenvoudig. Toch gaat het met het sorteren van dit soort afval nog vaak mis. Nou, dit lijkt me duidelijk. Dit is gewoon een ijzeren stang. Van een, ik weet zo niet wat het is, maar het zit gewoon niet bij het PMD, dus dat moet eruit. Dat is duidelijk geen plastic of metalen verpakking. Ook geen drankkarton. Nou, dit zijn een paar van die surfbordjes. Ja, is ook geen verpakking. Is eigenlijk een combi van Tempex en een zeiltje eromheen. Maar het is duidelijk geen verpakking. Dat verstoort ook weer de verwerking naderhand.
Want wij doen het allemaal om naar de rand te recyclen. Want we gaan dit dus niet verbranden, maar recyclen. Nou, dat nog een dingetje. Ja, dit is duidelijk een leer plastic-achtige tas, maar is geen verpakking. Het is nog deels met inhoud, maar ja, hoort ook niet bij het PMD. Zit er nog geld in? Nee, daar heb ik nog niet gekeken. Straks zien we meer over hoe Piet de enorme berg met papier en PMD-afval onder controle moet zien te houden. Bij Helikon hebben de studenten hard gewerkt om hun vegetarische grillworst te ontwikkelen. Smaak en structuur zijn daarbij erg belangrijk. Maar het gaat niet alleen om wat je zelf proeft, ziet of ruikt. Ik ben zelf laborant. Wat ik dan doe binnen het projectgroep is dat ik de kwaliteit van het product controleer. Bijvoorbeeld zit er genoeg zout in. Als die waarde te hoog is, kijk bijvoorbeeld naar de wetgeving of dat te veel is. We bepalen bijvoorbeeld het vetgehalte of die niet te vet is. Of er bijvoorbeeld pH-waarde of die niet te zuur is bijvoorbeeld, want dan smaakt die ook weer niet heel lekker. Dus we controleren ook of de gegeven houdbaarheid of dat bijvoorbeeld ook klopt. Ik heb er heel veel dingen van geleerd, zoals hoe de grillworst sowieso wordt gemaakt. Daarbij meer gekeken naar de enquête. De eisen en wensen van de consumenten voldoen. Steeds meer mensen die willen minder zout in hun producten hebben. Dus dat is wel een ontwikkeling die heel erg belangrijk is. Want zout is ook een conserveermiddel dat ervoor zorgt dat een product langer houdbaar is. Maar als er dan minder zout wordt toegevoegd aan een product, betekent dat ook dat die houdbaarheid korter wordt. Dus dan wordt er ook weer gekeken naar wat voor andere conserveermiddelen worden we toegevoegd. Dus stapgewijs hebben we dat verbeterd. Dus stap voor stap kleine aanpassingen, zodat we het resultaat wel kunnen waarborgen. En toch is na al dat werk de vegetarische grillworst nog niet helemaal af. Het is gelukt, maar het kan natuurlijk altijd beter. De smaak is nog niet optimaal. Andere kruiden of meelsoorten naar beneden te krijgen. Zodat de smaak meer naar boven komt. De structuur lijkt er wel op. Ik vind de vegetarische grillworst die we hebben gemaakt, die vind ik best wel lekker. Doordat die heel erg kruidig is. Ja, dat vind ik zelf wel lekker, want ik hou er wel van als producten niet zo vlak zijn van smaak. Dus ik vind als dat wat kruidiger is, dan vind ik het al wel gauw wat lekker. Ik zou hem best wel kopen, ja. Ook producenten, en dan komen we weer terug bij het circulaire stelsel, hadden soms iets beter kunnen nadenken over hoe ze hun producten of verpakkingen maken. Pak bijvoorbeeld een broodzak, een mooie broodzak, mooie papieren onderkant, zijkant, bovenkant een stukje plastic. Ja, waar gaan we erin doen? Is dat papier, plastic? Zo heb je ook vleesschaaltjes met papieren kanten. Je hebt heel veel samengestelde verpakkingen. En als je dan, ja, dan is voor de burgers, ja, ook voor mij is het dan af en toe lastig, ja, waar moet het nou precies in? Wat het meeste is, dat houd ik zelf aan. Dus als het heel veel papier is en een klein beetje plastic, dan hou ik het bij papier. Kijk, bij papier wordt ook weer plastic uitgesorteerd uiteindelijk. Alleen hoe zuiver de spullen zijn die erin gaan, het afval of de papier of het plastic, hoe beter de recycling kan plaatsvinden naderhand. Kijk, dit wordt ook gezien als plastic. Maar ja, daar zit plastic aan, maar er zit ook een lampje, er zit elektriciteit. Dit valt eigenlijk onder elektrische apparaten, hoe gek dat ook klinkt. Het is geen PMD. En ja, dus dit soort dingen treffen we helaas aan. En dat, dat verstoort de recycling in feite aan het eind van het liedje. Maar je hebt net een aantal dingen met de hand ertussenuit gepakt. En dan zie ik die berg achter je en dan denk ik, veel succes. Ja, dat is ook bijna geen doen. Daarom vragen we ook steeds meer met communicatie. En proberen we ook duidelijk aan te geven wat er wel en niet in mag. Komend jaar, en dat is nog verschillend soms per gemeente, komend jaar heeft het Rijk en de gemeente hebben samen afgesproken dat ze een eenduidige communicatie gaan doen, vooral over wat er niet in mag. Want ja, als je al die dingen wel niet, dan raak je het spoor bijster. Ook doordrukstrips van medicijnen en grote stukken plastic worden nogal eens aangetroffen tussen het plastic. Het is wel plastic, maar toch niet geschikt voor de duobak thuis. Dat is niet zo fijn voor de sorteermachines bij de sorteerfabriek waar wij ons plastic naartoe brengen. Je hebt het straks gezien, er komt hier een vrachtwagen van 13 ton plastic en dat is echt een hele grote hoop. Ja, die gaat naar Rotterdam, wordt daar helemaal uit elkaar gesorteerd
En als je dan die grote stukken folie of bijvoorbeeld die plastic bindraad die rond iets zit, ja, er zijn hele lastige dingen in die fabriek. Ze hebben ook een acceptatiereglement, zogezegd. En ja, dus als wij er niet aan voldoen, dan zeggen ze van ja, jongens, wij kunnen dit niet gebruiken. Neem het maar mee terug of betaal het maar als restafval. Dus dan hebben we met z'n allen heel goed ons best gedaan om het te scheiden. En als er dan een hoop te veel van dat spul tussen zit, dan gaat het alsnog fout voordat het gerecycled wordt. En dat is heel jammer. Dus als er volgende week een enorme berg plastic voor het stadskantoor ligt, dan ligt het daaraan. Nee. Nee, ze brengt niet naar het stadskantoor, het wordt wel verwerkt. Nee, dat zou te gek zijn. Want dan, maar je krijgt wel uiteindelijk de rekening. En de rekening, ja, de kosten van de afvalinzameling gaan 100% naar de burger. Dus die burger krijgt indirect zelf die rekening. Dus ja, het is niet zo dat wij, de gemeente hier een cent aan verdient of toelegt. Het is 100% kostendekkend. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant.